Is de gemeente nou klaar voor de jeugdzorg of niet? Dat is de vraag waar D66 deze donderdagavond een antwoord op wil hebben. Bestuurders en mensen uit de dagelijkse praktijk vertelden hoe ze hebben toegewerkt na de overheveling van taken en verantwoordelijkheden naar de gemeente. Vervolgens hebben we een aantal stellingen op het scherm neergezet. Met de vraag aan het publiek van, nou, ga links of rechts staan, afhankelijk of je het er wel of niet mee eens bent. Nou, het aardige was dat de meningen redelijk verdeeld waren. Dus er stonden bij verschillende stellingen ongeveer evenveel mensen aan de ene kant als aan de andere kant, waardoor er een aardige discussie ook ontstond. Conclusie, de gemeente is nog niet helemaal klaar. Er was het voorbeeld van een mevrouw die toch een aantal keren heeft moeten bellen om toch het juiste antwoord op haar vraag te krijgen. Waarop ook al toegegeven werd van ja, dat zijn toch nog losse eindjes waaraan je een beetje kunt zien dat we er nog niet zijn. Maar over 2 weken moeten ze er wel zijn. Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg. Met elkaar en ik zeg het dus met elkaar niet.